We beginnen vandaag met een groot acteur en vooral prettig mens. We kennen hem van onder andere de film Schatjes en Mama is Boos. Hier is Peter Faber. Dat is wel bescheuren wat ik net zag. Dat was een lach, hè? Dat was een lach, ja. Hey Peter, je bent op dit moment hartstikke druk, heb ik begrepen, in de Nederlandse theaters. Ja, ik speel op dit moment De Boodschapper. Dat is een reconstructie van het leven van Mohammed. En vooral één leuke boodschap in het verhaal is dat het niet gaat om de grote strijd, sterven voor God, maar leven met God. Dat is de grote strijd. Mooi. Ja. En daarnaast span je ook nog in voor de medemens. Je hebt een eigen stichting, heb ik begrepen. De Peter Faber Stichting hebben we opgericht in Tuinderpassaan. Daar heb ik voor 5 jaar het Zonnehuis gehuurd. En nu heb ik met jongeren proberen datgene te doen wat ik in mijn jeugd daar zelf nooit heb meegemaakt. Een film te maken en die heet Hangen of Leven. En er rappen ze in, er spelen ze in. En er is 19 april de première van. Oh, hartstikke mooi. Ja. Ik heb trouwens een hele kleine verrassing voor u. Ja. Kijk maar eens even mee achter u. Herken jij misschien deze stad? Zegt dit je iets? En ja, dan, is, en dan, ja, ja, dan met name dat ondergedeelte daaronder. Ja, die mooie vesting is dat, Naarden. Vesting, ja. Daar ben je geweest. Ja, ja. Op Vaderdag. Want, dames en heren, wij hebben Peter Faber en Huub Stapel op Vaderdag uitgenodigd om naar het Vestingmuseum in Naarden te komen. Daar mochten ze een kanon afschieten. Huub kwam 's ochtends, Peter kwam 's middags. En het werd echt een dag om nooit te vergeten. In het Naardense Vestingmuseum komt het oude soldatenbestaan weer tot leven. En wordt op hoogtijdagen het kanon afgevuurd. Vaderdag is zo'n hoogtijdag. De vaders mogen gratis naar binnen om zelf het kanon af te vuren. Hallo, ik kom voor het Vestingmuseum. Don Wit! Voor Vaderdag, kijk. Gezellig. En omdat ik een kwartet heb, mag ik 4 keer schieten. Doorlopen. Dank je wel. Alsjeblieft. Het commando is vandaag in handen van niemand minder dan Napoleon. De grote keizer stelt een grote prijs op dat wij in vol ornaat verschijnen. Die vestinggrachten lenen zich trouwens prima om lekker rustig te gaan vissen. Nou ja, normaal gesproken dan. Mars! Napoleon neemt zijn troepen extra flink onder handen. Want we ontvangen vandaag 2 hoge gasten. Op deze bijzondere vaderdag hebben wij 2 bijzondere vaders uitgenodigd. De acteurs Huub Stapel en na hem Peter Faber. Ook Huub en Peter mogen het kanon afschieten. Dames en heren, met zeer grote blijdschap deel ik u mede dat zich vandaag tot ons, bij ons gevoegd heeft Napoleon Bonaparte, keizer van Frankrijk. Bonjour, mon grand peuple de l'Orde! Il a presque deux siècles passés, puis on t'a galéré de dire que Napoléon Bonaparte, empereur de la France, inspectait de la fortification de Nardin, au travers de Nardingse Vestingwallen. Sur la même place qu'aujourd'hui, le régent des historiques grands, parnu, le père de tous les enfants, de vaders van vele, vele kinderen, zijn réunis. C'est pour ça, et c'est daarom, dat de kinderen de vaders nu een kleine kus geven. Zoon Sam en dochter Danja kussen paps een hart onder de riem. Très bien. Eh? Oké, okay, knikken, kanon. Knikken. Salut, grand. Salut, grand. A plus. Salut, haut, au canon. Salut, haut, au canon, fusillier. Et soleil, le plier, le genou.
Op de knie? Op de knie. Op de knie. Ja, hoor. Le knieke. A galop. A galop. En nu? A le canon. Respectez le canon au genou. Respectez le canon. Pour la patrie, un salut. 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 Lève-les. Le change. Wat? Oh ja, dat ding achter je, Peter. Rusten die brada. Dit nu. Place de canon au chantier. Le canon, le canon. Place de l'eau. Place de l'eau. In het zonvat. En bij jou! Le ballon rond! Een hele zware kogel. Je mag voor in de loop. Sorry? Ja, nu weer hier komen staan, want nu is hij gevaarlijk. Hij rolt inderdaad naar achter. Hij rolt vanzelf naar achter. Zo. Grand officier! Le long marché! Attention au public! Attention pour le grand bomb! C'est pour la patrie! C'est pour la patrie! Pour le vaderland! Le monde enfin! Le bouche ouvre! Wat is er gebeurd? Ik zit rustig te vissen en er gaat hier een kanon af. Sorry, hoe komt dat dan? Ja, dat is een man over nooit gebeurd. Maar wie heeft dat afgestoken dan? Ja, dat is samen. Hoe kan dat nou? Ik zit daar gewoon rustig. Ik had net beet. Het is zondag en ik denk, ik zit daar rustig. En wat gaan we hier aan doen? Wil je een keer schieten? Ik zit gewoon lekker te vissen. Ik vind het niet schoon terug op mijn boot. Heeft u het gedaan? Ik heb het afgestoken. Maar ik kan hem ook een keer afsteken. Hé, hey, kijk eens. Staat de camera erboven. Waar? Welkom in Bananensplit. Mag ik ook een keer? Nee. Kijk eens.
Blijft leuk. Piep kon er helaas vandaag niet bij zijn. Maar heb je al eerder zo'n kanon afgeschoten of afgestoken? Of hoe noem je dat? Niet dat ik me kan herinneren, nee. Heb je überhaupt iets met ceremonies? Nou, ik heb me laten afkeuren voor dienst, maar ik vind het toch wel leuk. Maar wel als spel. In het echt heb ik, toch, ben ik niet zo'n ceremonieman. Ik moet ook eens zitten in scheur. Ik vond het prachtig wat er allemaal gebeurde. Want Huub, die trapte er echt in. Ik was daar uitgenodigd voor Sam, die zou het kanon schieten. En het duurde en duurde. Ze zei, ga even lunchen. Ik zei, ik wil helemaal niet lunchen, ik wil het kanon afschieten. En het duurde en duurde. En ik wist niet dat die andere mensen erin. Maar later begreep ik het. Want Suzanne, mijn vrouw, nee, je moet blijven. Ik zeg, nee, ik ga met Sam, ga ik in die loopgraven, gaan we lekker op avontuur. Dat kanon hoef ik niet eens meer af te schieten. Nee, je blijft. Dus toen het eigenlijk gebeurt met het pakken, ja, dat ik, nou, ik vind het prachtig. Ik heb nog een kleine verrassing. Ik heb zelf de kanoniers heb ik ook nog voor je meegenomen. Ga maar even staan, heren. Ga maar eens even staan. Kijk eens. Aha. Ja. In vol ornaat. En goed waren ze, hè? Goed. Ze waren zo goed, Peter, dat jij ze zelfs nog een beetje hebt uitgelachen. Want ik zag je gewoon schaterlachen toen deze heren, zeg maar, hun salut grand gaven. Het lijkt me wel leuk als je trouwens nu echt eens een keer zonder te lachen even een salut zou geven. Jongens, bereid je voor, daar komt-ie. Peter? Salut! En om deze dag nooit meer te vergeten, heb ik voor jou een heel mooi aandenken. Oh. Hier, een miniatuurkanon. En ik hoop dat je een heel mooi plekje krijgt, want je hebt hem echt verdiend. Ja, de officiële bananensplit trofee. Hij is voor jou. Kijk eens. Oh, dankjewel. Hartstikke bedankt. Dankjewel. Alsjeblieft. Dankjewel.